Ik heb de medicine wheel en dan het onderdeel de south van de slang heb ik gedaan deze week. Ja, ervaringen, man, zoveel. Ja, het is heel veel en. Ja, en hoe ben je erin gekomen, hoe ben je binnengekomen en hoe ga je straks naar huis? Wat is het verschil? Ja, dat is wel een groot verschil. Ja, en ik kwam wel binnen met een, ik heb er zin in. Maar dit was al heel gauw ook een soort van slik. En toen gebeurde er wel heel veel in onrust en struggle enzovoorts. En ja, zo op deze laatste dag is het echt... voel ik me licht en blij en vrij. Nou, mooi. Ja. Hey, en hoe was het voor jou om een week hier te verblijven? Wat is het voordeel van zo'n retraiteweek, van met z'n allen hier zijn en hier overnachten en zo? Ja, je blijft in die groep, in die vibe, daar waar je in zit. Anders is het zo, weet je, je bent met een inner journey bezig. Ja, als je daar check je al in en uit. Dus als je ook nog eens hier van de plek weggaat, gaat inchecken en uitchecken, dat lijkt me geen goed idee. En wat vind je van het landgoed? Hoe heb je het hier ervaren met de mensen en het eten en dat soort dingen? Ja, goed. Ik vind ook de kamers zijn heel fijn. Dat vind ik echt. Je slaapt op het landgoed. Dat is natuurlijk te gek. Dus je doet je deur open of je gordijnen open en je bent in de natuur. Want ja, het grenst hier aan het bos. Dat is super. De mensen zijn heel lief. Ja, super servicegericht. En wat vind je van de trainers, van Nina en Linda? Ja, ze zijn mega verschillend en dat is te gek. Want daardoor kunnen ze elkaar aanvullen en versterken ze elkaar ook. En bij ieder haal je wat. En andersom, zeg maar. Zo werkt het natuurlijk in de interactie. Dus ze zijn fantastisch. Ja. Hey, en René en Suzanne zijn ook even op visite geweest. Ja. Wat vond je daarvan? Ja, dat is een soort van gek duo. En geweldig duo. Ja, en ook zij, je ziet dat zij werken op een hele super toffe manier samen. En daar ook weer de verschillen en de kracht daarvan. Ja. En hoe was het voor je dat ook Debbie en Carina erbij waren als je met de coaches? Ja, ook super. Want eigenlijk is het, kijk, twee hoofdtrainers helemaal goed. Maar het maakt niet uit hoeveel er zijn. Weet je wat, in ieder geval dat vind ik. Omdat het gewoon super fijn is als je je heel gedragen voelt. En als je dan vier unieke mensen om je heen hebt. Ja, dat is gewoon alleen maar rijker. Hey, je noemde net al even het bos, hè, dat hier zo dicht bij het landgoed is. Wat heb je zoal in het bos gedaan? Ja, ik heb er een prachtige sandpainting gemaakt. Dat is iets magisch van deze week, waardoor je nog meer met de natuur in verbinding komt. Op blote voeten gelopen in het bos met enorme kou. Dus dat was echt een toffe challenge. En en in de natuur zijn is, als je deze week volgt, krijg je sowieso een heel ander gevoel bij in de natuur zijn. Dat is gewoon een veel intensere ervaring. Hey, en was het de investering waard? Ja, nou en of. Ja, het is ook investeren in jezelf. Ja, dat is eigenlijk alles waard. Dat.